Zwart is een leuk begin. Ik vind zwart een mooie kleur. Meestal ook in zwart gekleed. Zwart, mijn eerste kleurlaag op een doek is zwart. Ik begin altijd met zwart. Zwart doet wel mee in schilderijen om voor contrast, schaduw. Zonder zwart heb je niet die mooie kleuren. Het geeft kracht aan de andere kleuren. Je hebt het dan nu over textuur in een werk. Je kunt heel veel dingen in een schilderij als relief gebruiken of textuur gebruiken. Je kunt dingen opplakken, maar je kunt er met zand in gooien. Maar nu op dit moment zit ik vooral in de textuur van steenslijpsel. Ik ga er eerst metselen. Welke kunstenaar heeft mij het meest geïnspireerd? Heel veel kunstenaars eigenlijk. Vroeger waren dat vooral de expressionisten. Hier in Nederland was het vroeger vooral Hans Marcus. Vond ik zo mooi, die winsels om en hoe ze dat dan met zo weinig kleur kon schilderen. Toen mijn vader stierf bijvoorbeeld, heb ik het kleurrijkste werk ooit gemaakt. En dan zeggen mensen, was je zeker blij? Nee, tuurlijk niet. Maar die kleuren had je nodig op dat moment.